Hallo en welkom bij de eerste zuil. Spiritualiteit en olie. Ik heb een korte serie gemaakt van 4 delen die telkens gaan over een eigen zuil. En vandaag zullen we starten met de eerste zuil. Mijn naam is Danielle Fransen en ik werk heel graag met spiritualiteit en oliën en merkte toch dat ik tegen een aantal dingen aanliep. En vandaar dat ik dacht, laat ik daar nou eens deze presentatie over maken. Transformeren. We gaan het in deze presentatie, in deze eerste zuil, gaan we het hebben over transformeren. En dat kan ook zijn je business transformeren. In ieder geval transformeer van binnenuit. 4 zuilen. Er is een 4 zuilen principe. En deze 4 zuilen heb ik hier beneden even voor je opgenoemd. Zuil 1, dat is wat we nu gaan doen, gaat over overtuigingen. De tweede zuil gaat over zichtbaar. De derde zuil gaat over marketing en de vierde over leiderschap. De eerste zuil. Vandaag gaan we het hebben over overtuigingen. We gaan er ook 3 oliën bij gebruiken en die heb ik hier ook voor je opgeschreven. Dat is Awaken, Release en Believe. Overtuigingen. We nemen als kind, als vanzelf, de overtuigingen van de mensen om ons heen over. En dat gaat ook echt vanzelf. Overtuigingen, meningen van bijvoorbeeld onze ouders, leraren of vrienden, we nemen ze eigenlijk altijd gewoon over. En precies deze meningen en overtuigingen die we toen we klein waren, als vanzelfsprekend overnamen, kunnen ons hier, in het hier en nu, in ons volwassen leven dus eigenlijk parten spelen. Ze kunnen ons gaan belemmeren of zelfs weerstand oproepen, waardoor het voor ons moeilijk wordt om ons vrij te voelen. En je komt dan vaker tegen, of waar kom je dat dan tegen? Bijvoorbeeld bij de mensen die je wel eens hoort zeggen van, ik kan dat niet. Ik ben het niet waard om. Of als je het hebt over je business, je bedrijf, dat je bijvoorbeeld het gevoel hebt om niet te willen verkopen, omdat je die ander niet op kosten wilt jagen. Of omdat je je niet aan de buitenwereld durft te laten zien. Je durft je niet van je te laten horen of je eigen verhaal te vertellen. En als je dan een business hebt of graag een business zou willen hebben wat betrekking heeft op het verkopen van olietjes, dan loop je daar nogal eens tegen aan. Jij en ik, we hebben het allemaal meegemaakt, maar de oplossing, hè, dat we ons daar rot over voelen, zit echt in het transformeren van binnenuit. De kern van onze beperkende overtuigingen zitten namelijk vaak in de kernovertuiging dat wij onszelf eigenlijk niet goed genoeg voelen. En dat we op de een of andere manier daarom ook niet goed genoeg zijn. En al dit soort aannames kunnen ons werkelijk in ons hele leven beïnvloeden. Ze kunnen ons belemmeren. Maar als we moedig zijn en deze aannames en gedachten, gedragingen en overtuigingen onder ogen durven zien, dus worden we ons er bewust van, dan kunnen we er ook daadwerkelijk iets aan veranderen. Awaken is een hele mooie olie die ons hierbij kan helpen. Want deze blend helpt ons om onszelf, onze gedachten en gevoelens vanuit een hoger perspectief te observeren of te bekijken. We leren hierdoor onszelf waar te nemen. Ja, want wij nemen onszelf niet echt waar. Wij zijn maar aan het leven en we gaan maar door en door. Maar ons eigen zelf waarnemen, dat doen we niet erg vaak.
En deze Awaken is dan een hele mooie olie om te gebruiken. De Awaken is dus de eerste stap die we mogen gaan zetten, die olie die we mogen gaan gebruiken als we willen werken aan onze eigen basisovertuigingen. Breng de Awaken aan achter in je nek en op je derde oog. Eventueel in de diffuser of onder je voeten. En cupping, je weet wel, een druppeltje in je hand, 3 keer met de klok meedraaien en dan kommetje maken, heel goed inademen, minstens 3 keer goed inademen. Dat werkt heel erg snel op het moment dat onze nood erg hoog is. Release, nog zo'n fijne blend. Veel van onze gedachten en gevoelens zijn helemaal niet van ons. Dat blijkt ons aangeleerd te zijn. Als wij ons bewust worden over wat we zelf denken en hoe we over onszelf denken, dan is het geweldig om de release te gaan gebruiken, zodat we oude patronen kunnen loslaten. Breng de releases aan ter hoogte van je lever. Want dat wat op je lever ligt, mag je gaan loslaten. De release is heerlijk in de diffuser, maar ook als parfum heel goed te dragen. De release helpt ons ook om angsten, die we niet eens kunnen identificeren, los te laten. Want deze angsten geven je een beklemmend gevoel. En soms slaan angsten dus ook wel echt op je lichaam. En heb jij last van dit soort angsten? Werk dan eens een poosje met deze release. Wanneer je een poosje de release gebruikt, mag je langzaam gaan merken dat die beperkende gedachtenpatronen een steeds kleinere rol in je leven gaan spelen. En dat is heel mooi wat er gebeurt als je de release gebruikt om los te laten. Door de release een poosje te gebruiken, ik zou zo zeggen, maak eens van de olietjes die we in deze eerste zuil bespreken, de Awaken, de Release en de Belief, maak daar eens zo'n cyclus van. Ik zal zo zeggen, gebruik eerst eens de Awaken een dag of 10, daarna een dag of 10 de Release en daarna een dag of 10 de Belief. Dan heb je ongeveer een maand gehad. En kijk dan eens wat dat met jouzelf doet. Want zoals deze release, die is er een kei in, dus om op een hele zachte manier bepaalde angsten, bepaalde onzekerheden los te laten. En dat heb je nog niet eens een zo 1, 2, 3 in de gaten. Maar uiteindelijk is het resultaat dat je dus veel minder in beslag genomen wordt door al je angsten. Of al je angsten of die onzekerheden. Hoe uitzicht dat in je business? Nou, in je business kan het uiten dat je plotseling wel een kleine leuke bijeenkomst durft te doen en mensen durft aan te spreken en dat je mensen ook iets durft te laten uitproberen. In ieder geval dat je je stem begint te laten horen en dat je voor jezelf uitkomt eigenlijk. Hè? Van de kijk waarop jij in het leven staat. Als jij hulp hebt bij een bepaalde olie, bijvoorbeeld bij deze release, en je gaat daarover praten met andere mensen en je zou dat vroeger nooit gedurfd hebben, dan is dat een heel mooi kenmerk van de release die dus zijn werk gedaan heeft. We laten angsten los en wanneer we loslaten, starten we opnieuw. Zeg maar zo met een blanco papier. Het ligt namelijk nu aan onszelf en we kunnen zelf onze overtuigingen gaan creëren. Dus we hebben oude gedachtenpatronen, waar zijn ze eerst? Zijn we ons er bewust van geworden? Hebben we ze onder ogen mogen zien met de Awaken? Toen hebben we ze mogen loslaten, die oude tussen haakjes vertrouwde gedachtenpatronen met de release. En nu zijn we zover dat we ze hebben losgelaten. We mogen starten met een blanco papier en we mogen onze eigen nieuwe overtuigingen gaan creëren. En dat doen we met de belief. Want voor dit nieuwe creëren kunnen we de belief gaan gebruiken om ons hierbij te ondersteunen. Belief helpt ons namelijk om nieuwe overtuigingen en gedachtenpatronen te ontvangen. We leren ze te ontvangen met de belief.
ontvangen in ons leven. En Believed helpt ons ook om deze nieuwe gedachten te gaan verankeren in onszelf. En dat kun je ook zeggen, we gaan die laten aarden. Believed helpt ons om nieuwe gedachten in onszelf te verankeren, dus te aarden. Wanneer we Believed gebruiken, kunnen we ons ook voorstellen dat er eigenlijk allemaal nieuwe dingen mogelijk zijn. Stel je eens voor, jij wilt graag meer geld verdienen. Nou, dat is mooi. Je zult dan dus eerst de overtuiging moeten hebben dat je het kunt. Je moet er dus in geloven. Wil je een betere relatie hebben met jezelf, je lichaam of een andere persoon? Ook dan moet je eerst geloven dat het mogelijk is. Belief plant een nieuwe overtuiging in ons onderbewustzijn. Het is alsof we een nieuw zaadje mogen planten dat door geloven in jezelf en in je nieuwe overtuigingen toestemming heeft gekregen om te mogen groeien. En daar ondersteunt Belief ons bij. Dus het is een hele fijne olie om te gebruiken na de release. We hebben nou 3 oliën gebruikt. Awaken, Release en Believe. En waarom hebben we die gebruikt? Omdat we onze beperkende, onze beklemmende gedachtenpatronen willen loslaten en dat we die overtuigingen dus kwijt willen en dat we daarvoor in de plaats nieuwe eigen overtuigingen wensen te creëren. Heel mooi is het dan wanneer we elke olie 10 dagen lang gebruiken. De Belief zou ik zeker elke ochtend onder mijn voeten doen. Ik zou hem ook achter in mijn nek doen en de binnenkanten van mijn polsen. Ben ik op mijn werk, zet ik de diffuser aan. En cupping, kommetje maken, gebruik ik echt wanneer ik het zeg maar alle minuut nodig heb, wanneer er een onverwachte situatie zich voordoet en dan gebruik ik de cupping. Dus deze 3 oliën horen bij de eerste zuil van transformeren van binnenuit en centraal stond er nu ook om oude aangeleerde patronen, aangeleerde gedachtes, aangeleerde meningen, dus zeg maar een aangeleerde kijk op jezelf los te gaan laten, dat op een zachte manier los te gaan laten, waardoor er ruimte is ontstaan om een nieuwe kijk ten opzichte van onszelf, van ons leven, te gaan creëren. En dat doen we dan met de Belief. En de Belief helpt ons ook om deze nieuwe kijk op onszelf te verankeren in onszelf.